Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. IMF keurt steunprogramma Suriname goed. Regering houdt infosessie IMF. Brandweer biedt voorlichting in voorbereiding op vuurwerkgebruik. Econoom Eckhorst benadrukt belangrijke rol IMF in herstel-economie. Soevereiniteit Suriname wordt nimmer aangetast door internationale samenwerkingen. En booster belangrijkste wapen tegen Omicron. Het uitvoerend bestuur van het Internationaal Monetair Fonds, IMF, heeft op woensdag 22 december 2021 een arrangement met een looptijd van 36 maanden goedgekeurd. Uit de Extended Fund Facility, EFF, voor Suriname wordt 472,8 miljoen Special Drawing Rights, ongeveer 688 miljoen US dollar, beschikbaar gesteld voor ondersteuning van het economisch herstelplan van de regering. Het uitvoerend bestuur heeft toestemming gegeven om hiervan 56,4 miljoen US dollar direct over te maken. De rest van het bedrag zal in fase beschikbaar komen. Dit is een mijlpaal voor de implementatie van het herstelplan HP. Het HP is erop gericht om de economie een duurzame en gebalanceerde groei te laten doormaken. Het financiële arrangement van het IMF zal het door Suriname opgestelde herstelplan ondersteunen. Het zal helpen om de overheidsschuld te verminderen en veerkracht op te bouwen. De Surinaamse media zijn op donderdag 23 december 2021 in de gelegenheid geweest vragen te stellen aan het team dat Surinames steunverzoek bij de IMF heeft bepleit. Dit gebeurde tijdens een Zoom-infosessie op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Bij deze sessie waren professor Martin Schalkwijk en Wirin Adjoja fysiek aanwezig namens het ministerie van Financiën en Planning. As you may have heard, and as Carl has already introduced, the IMF Executive Board has approved a 36-month arrangement under the Extended Fund Facility for Suriname yesterday. The total amount of this arrangement is equivalent to SDR, $472.8 million. That's about $688 million in US dollar terms. The decision yesterday also enabled an immediate disbursement equivalent to $55.1 million in USD terms. This IMF financial arrangement will support Suriname government's homegrown economic recovery plan vis-a-vis to provide a policy framework for the necessary policy adjustments and reforms, catalyze external financing from other sources and technical assistance, and help the authorities chart a course toward economic recovery. This program is very comprehensive, in line with the main elements of the government's own recovery plan. The main components include restore fiscal sustainability while protecting the most vulnerable by expanding social safety net programs, bring public debt down to sustainable levels, upgrade the monetary and exchange rate policy framework, stabilize the financial system, and strengthen institutional capacity to tackle corruption, money laundering, and improve governance. Het enige wat is gebeurd is dat het IMF samen met ons de knoop heeft doorgehaald en heeft gezegd: luister, wij gaan niet langer wachten op iets dat waarschijnlijk niet komt. Dus laten we naar een andere mogelijkheid zoeken. En toen is met de schuldeisers gesproken en toen is aangegeven dat we kunnen volstaan met een consent, maar met de belofte dat we gedurende de en misschien moeten we dat zien als inleveren, maar ik zie dat niet als inleveren. Met de belofte dat we gedurende de uitvoering van dat programma wel met ze aan tafel gaan zitten over hoe we de achterstaande gaan afbouwen.
En hoe we gaan komen tot een schuldherschikkingsplan. Laat me vooropstellen dat IMF zich niet bemoeit met schuldherstructureringsonderhandelingen. Dat doet IMF nooit. Ik denk dat daar misschien de hele ding verkeerd begrepen is. Het IMF, wat het IMF doet is, laat me dat hele proces even uitleggen. Wanneer we een pakket van maatregelen hebben samengesteld en gaan uitvoeren, dan hebben we in de eerste 6 maanden van de onderhandelingen afgesproken dat er een bepaald financieringsgat is, wat we noemen een financing gap, is dat moet worden gedicht. Wat is afgesproken is dat we de totale last en de totale druk van het sluiten van dat gat niet op de schouders van de bevolking willen leggen. In de zin van dat we niet met tientallen maatregelen willen komen om dat gat te dichten. Dus wat hebben we gezegd? Alle betrokken partijen worden gevraagd om hun bijdrage te leveren. De bevolking wordt gevraagd om een bijdrage te leveren door de maatregelen die we hebben voorbereid, de macrofiscale maatregelen. Maar er blijft dan nog een stuk financieringsgat over. En daar hebben we de schuldeisers gevraagd om een bijdrage in te leveren door schuldherschikking. Wat het IMF doet, is wanneer het IMF heeft doorgecalculeerd het effect van de macrofiscale maatregelen, dan presenteert het IMF wat overbleef aan ons van ga dit met de schuldeisers bespreken en kijk wat zij denken ervan, hoe zij dit kunnen invullen, zodat we het totaal financieringsplaatje rond hebben. In het kader van de komende vuurwerkperiode organiseert het Korps Brandweer Suriname op dinsdag 28 december 2021 een rondmars in de binnenstad. Aan deze activiteit zullen onder meer de bikersunit en de exercitiegroep van het korps deelnemen. Zij zullen in de binnenstad flyers verdelen en demonstraties geven over het veilig afschieten van vuurwerk. De communicatiedienst Suriname sprak brandmeester eerste klasse Safira Richters. De voorbereidingen zijn vlot verlopen. Alles is naar behoren gegaan. De verschillende actoren hebben toegezien dat alles naar behoren is gegaan. Je hebt de HI, DC, voor dat desbetreffende gebied. Je hebt een afdeling preventie. En je hebt ook de douane die daar bezig is. Om erop te zien dat er geen verboden vuurwerk het land binnenkomt. En dat alles bij het vervoeren van zulk vuurwerk, dat alles naar behoren verloopt. We kunnen verboden vuurwerk herkennen. We hebben een lijst met verboden vuurwerk. En dat zijn allemaal knalvuurwerken. Je hebt Kronto, je hebt Maripa, je hebt John Cena. Er zijn verschillende soorten. We hebben een hele lijst dat verboden is. Ik kan hierop attenderen dat er geen verboden vuurwerk het land binnen is gekomen. Voorlichting is een ongoing thing. We zijn al bezig via de verschillende social media platformen. Het is zo dat we 28 december een rondmars hebben in de binnenstad. We gaan flyeren, we gaan een show weggeven samen met onze bikers en onze exercitiegroep. De ouders en verzorgers moeten erop toezien dat de kinderen altijd een aansteekstokje bij zich hebben, een veiligheidsbril opdoen en dat ze geen knalvuurwerk van hun hand uitschieten. De onderhandelingen met het Internationaal Monetair Fonds, IMF, hebben een succes gekend met de goedkeuring van het financiële hulpprogramma van Suriname op woensdag 22 december 2021. Het fonds speelt een belangrijke rol wanneer het erom gaat de neergang van de economie een halt toe te roepen. Volgens hoofdonderhandelaar Karel Eckhorst zal het IMF ervoor zorgen dat het programma een succes wordt. U hoort de econoom in gesprek met de communicatiedienst Suriname. We moeten
beginnen met aan te geven dat het IMF geen armoedevraagstukken oplost. Het IMF gaat ook geen, het IMF gaat ook niet de grote problemen van Suriname oplossen. Wat het IMF doet, is dat het IMF ondersteunt, het regeringsbeleid ondersteunt, vooral het regeringsbeleid dat te maken heeft met het macrofiscale deel, namelijk hoe kunnen we door orde op zaken te stellen in onze overheidsfinanciën, in ons monetair bestel, ervoor zorgen dat in elk geval die neergang in de economie stopt, afremt. Daar komt dan de ondersteuning van IMF bij kijken. Er worden dan maatregelen getroffen, maatregelen die door de regering zelf zijn geformuleerd. Wat het IMF doet, is dat het IMF zegt, kijk, een aantal van deze maatregelen had je al 20, 30 jaar terug beloofd door te voeren of uit te voeren. Hij heeft het niet gedaan. Wat wij van je vragen is, wil je dat het programma succesvol is? Dat je het wel doet binnen de 3 jaren die zijn gesteld voor, die zijn vastgesteld voor dat programma. En dat is wat een van de kijkers aanduidt als de mouwpot drukt op ons. Maar het is geen druk vanwege dingen die zij willen dat wij moeten doen. Het is de druk van dingen die wij zelf moeten doen om onze economie op spoor te krijgen, maar die we niet doen. En vandaar dat we om de zoveel jaar weer terugvallen naar hetzelfde. Veel mensen beschrijven het als te zijn, Jan is politiek. Ik ben geen politieke deskundige, ik kan daarover geen uitspraak doen. Maar ik kan wel voor wat betreft het economische aangeven dat we steeds weer terug geraken in een soort cyclus. Een cyclus van prijzen van natuurlijke hulpbronnen die we produceren en die we exporteren. Zolang het goed gaat met de prijzen, dan zien we een opleving in Suriname. En dan natuurlijk vaart de politiek daarmee mee. Maar zodra er een val komt in de prijzen, dan merken we wel dat die Surinaamse economie niet de schokabsorbers heeft om die neergang op te vangen. Dus daar moeten we iets aan doen. We kunnen niet steeds blijven zeggen, of niet steeds afhankelijk blijven van internationale prijzen van goud en olie en bauxiet. Wanneer die goed gaan, dan doen we mooie dingen. En wanneer die niet goed gaan, dan vervallen al die mooie dingen. We hebben mooie dingen met dit land gedaan. We hebben een paar mooie dingen op poten gezet. Maar we hebben ze steeds weer gekoppeld aan die afhankelijkheid met die natuurlijke hulpbron. En wanneer dat komt te vallen. Wat we ook niet hebben gedaan. We hebben ook niet gewerkt aan het herverdelingsmechanisme. Het land verdient zoveel inkomen. Het land heeft zoveel inkomsten. Allerlei sectoren. Ondanks het feit dat we een smalle productie- en exportbasis hebben, wordt er genoeg verdiend om eigenlijk iedereen een redelijk leven te geven. Maar het herverdelingsmechanisme hebben we kapot gemaakt. De instituten die ervoor moeten zorg dragen dat het inkomen wordt verzameld en het inkomen gelijkelijk wordt verdeeld over iedereen, naar draagkracht en inzet natuurlijk. Want ik ga iemand die de helft van de dag op zijn lauweren ligt niet evenveel compenseren als iemand die hard werkt de hele dag. Maar dat we het gelijkelijk verdelen. In het aangaan van internationale samenwerkingen wordt de soevereiniteit van Suriname nimmer aangetast. Volgens directeur Sherif Abdul Rahman gaat het ministerie van Defensie juist uit van win-win situaties. Internationale samenwerking gaat om wederzijds respect en is vooral van belang voor de ontwikkeling van het land. Directeur Abdul Rahman sprak op dinsdag 21 december tijdens een persconferentie van het eerder genoemde departement. Het is voor ons nimmer een kwestie dat de soevereiniteit van de Republiek Suriname te grabbel wordt gegooid. En waarom zeg ik dat? Omdat sommigen in de samenleving
proberen daar een beetje politiek munt uit te slaan door die internationale samenwerking van defensie een betekenis te geven als zouden wij onze soevereiniteit weggeven. En dat is niet juist. Suriname, de defensieapparaat van Suriname, bepaalt zelf met wie er wordt samengewerkt, wanneer er wordt samengewerkt, hoe er wordt samengewerkt en waar het gaat plaatsvinden. Dus onze soevereiniteit wordt nimmer of nooit aangetast. Wat wel speelt, is dat de defensieorganisatie, we gaan wel zoeken naar zogenaamde win-win situaties. En wat wordt daarmee bedoeld? Met win-win situaties wordt bedoeld dat alle betrokken partijen in die samenwerking een zekere voordeel uit moeten halen. Waarom? Omdat als slechts één partij voordeel heeft in een samenwerking, die samenwerking nooit van lange duur gaat zijn. En dat is natuurlijk een verschil van inzicht. Want sommigen vinden dat Suriname in een internationale samenwerking alleen voordeel moet hebben. En dat is, ja, daarom dat de internationale samenwerking voor wat defensie betreft de afgelopen jaren natuurlijk niet gewerkt heeft. Dus internationale samenwerking voor wat het defensieapparaat betreft en ik denk voor wat de Republiek Suriname betreft, heeft altijd te maken met wederzijds respect en eerbied. Want anders ga je heel snel alleen komen te staan. En dus door elkaar te leren kennen in die internationale samenwerking, breng je ontwikkeling en breng je een grotere professionaliteit voor de organisatie. Een wederzijdse professionaliteit. En niet alleen maar dat. Vandaag de dag, bedreigingen kan je niet meer alleen aanpakken. Het is een illusie om te denken dat je transnational crime bijvoorbeeld, dus grensoverschrijdende criminaliteit, dat Suriname, dat de Republiek dat alleen gaat kunnen aanpakken. Dat is een illusie. Dat gaat niet. Dat een gezamenlijke aanpak in zaken veiligheid is het enige formule dat werkt. En zo trachten wij dus inhoud te geven aan die internationale samenwerking. We zijn ervan overtuigd dat die internationale samenwerking Suriname naar grotere hoogtes zal brengen. We zijn ervan overtuigd dat die internationale samenwerking Suriname ten goede zal komen. Vandaar dat we dus nog met meer verve, met meer energie en overtuiging verder zullen werken aan die samenwerking. In Suriname hebben we gelukkig nog geen besmettingen met de Omicron-COVID-19 variant. Echter is de kans heel klein dat wij de dans ontspringen. Door de hoge besmettelijkheid van deze variant worden per dag meer mensen dan ooit getroffen. Dit brengt met zich mee dat de zorg de vraag naar ziekenhuisopnames, in het bijzonder opnames op de IC, niet meer aan kan. De ernst van het ziektebeloop bij een Omicron-infectie is vooralsnog niet bekend. Maar zelfs als deze mild zou zijn, kan het door de hoge besmettingsgraad toch verkeerd aflopen in Suriname. Ervaring leert dat hoe mild de variant ook is, een bepaald percentage geïnfecteerden toch ziekenhuis- of intensive care zorg nodig heeft. Laat u zich daarom adviseren en vaccineren. Onthoud ook dat een derde boosterprik extra bescherming biedt, maar wees bovenal extra alert tijdens de feestdagen. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.